Extra. Kalenderpanden midden in het centrum van Amsterdam en een hele bijzondere dag. En waarom? Ik ben echt een geluksvogel, want ik ben namelijk aanwezig bij de dag waarop de eerste clip van het nieuwe album van Kane wordt opgenomen. En een bijzondere clip. Daar achter mij, moet je even met me meelopen, staan zo direct allemaal figuranten en modellen, super mooi aangekleed. En die gaan schieten op de bandleden van Kane. En die hangen dan daar. En dat is heel gevaarlijk. Ik heb al van verschillende mensen gehoord, dan hebben ze van die pakjes aan. Behoorlijk benauwend voor de schaamstreek, dat begrijp je zelf wel. En die hangen dus aan die, aan die haken. Je moet eigenlijk even meekomen om te zien hoe dat eruit ziet. Niet echt prettig, maar hoe dat voelt, dat gaan we zo direct allemaal aan ze vragen. We gaan praten met alle modellen, met de mensen die de lekkere hapjes tussendoor verzorgen. Met alle cameramensen, met de regisseur, wat precies de bedoeling is. Kortom, van A tot Z zijn wij bij deze dag aanwezig. En jij dus ook. Take me to the heat, the speed of light. Take me to the arms of Vegas. Hoi. Ik zie wapens, ik zie zo'n ding, ik zie een tas, ik zie een zonnebril, ik zie een hele stoere vrouw. Klopt. Jij speelt mee in de clip van Kane. Wat is precies je rol? Mijn rol is volgens mij het vriendinnetje te zijn van Dinant, de kanjer. Oeh la la. Niet slecht. Niet verkeerd. En ik moet op hem schieten, althans op de schijf boven zijn hoofd. Zo, je bent kwaad op hem. Nee, ik wil hem volgens mij bevrijden van zijn positie, zodat we weer bij elkaar kunnen komen. Klinkt heel romantisch. Je ziet er heel mooi uit. Hoe vroeg was jij hier nou? Nou, dit keer niet zo vroeg. 8:30 vandaag. Het zijn nog christelijke tijden. Ja, het kan. Het kan namelijk ook zo zijn dat je hier om 6:00 ochtends... Het is de moeite waard, René. Het is helemaal goed. En je ziet er hartstikke mooi uit. Hoe lang heb je nou in de make-up gezeten? Ik heb toch niet zo lang nodig. Nee, gewoon puur natuur, hè? Nee, half uurtje. We hebben echt een topvisagist. Dat is echt gek. Heel goed. Oké, helemaal leuk. En zo direct ga jij dus schieten. Ja. Ze zijn echt geladen. Ik ben er een beetje bang voor. Dus ik ga dit ding opzetten. Ja, doe maar. En ik wens je veel succes. Ik zie je straks. Oké, tot straks. Sweet like honey melting over me. Sweet like honey melting over me. 24/7 so tempting. Your love is like a freight train running me down. Nou, hoe voelt het nou? Dit is de tweede dag dat we bezig zijn. Mm-hmm. En het is hard werken. En eigenlijk is het altijd hard werken, weet je. Toen we Dem de Zeis gingen opnemen en zo, was ook geen... Het is niet alleen maar lol of zoiets. Het is wel te gek dat je een clip kan schieten bij een nummer natuurlijk. Maar het is wel, wel aanpoot. Het zijn lange dagen. En dan zo, heel sneu. Want er zijn nog veel meer dingen die heel sneu zijn. Zoals... touw, ik wil niet meteen aan je edele delen gaan zitten. De pakken. Helemaal ja, ik moet zeggen, jullie zien er zeer bijzonder uit. Op zijn minst zeg heel erg netjes. Ik ben niet echt van jullie gewend. Het is een nieuwe look. Maar, ja, ik vind het wel wat hebben. Ah, mooi. Ja. En ik vind mannen in roze sowieso heel smakelijk. Paars en roze. Ja, jij bent ook absoluut om op te vreten. Ja, dat bedoel ik. Heren, één ding. Ik heb gehoord dat jullie banden om jullie heen hebben. Ik heb gehoord dat jij dat ook hebt. Ja, ik ben helemaal ingetaped. Okay, dat begrijp je natuurlijk wel. Nee, ik, Maar het fijne bij mij is dat het bij mij geen pijn doet. En bij jou natuurlijk wel. Nou, ik zie bij jou geen banden en zo. Nee, liever, dat zit hier. Okay, ik heb hier, en we hebben ook maatverbandjes om en zo. Klets. We zijn overal ingepakt. We gaan zo direct even met ze verder praten over wat hier over allemaal is. Over maatverband gaan we het hebben. Net al naast me. Jij bent zeg maar nieuw naast me komen staan. Ben ik heel erg blij om. Je hebt ook zo'n mooi overhemd aan. Mooi, hè? Ja, mogen duidelijk zijn. Je vindt de flappen niet fijn? Ze zijn iets te lang, vind ik. Vind je?
Nou ja, dat is helemaal bij de look. Nee, dat is prachtig. Dat ja, hoort bij de look. Okay. De nieuwe look. Jammer alleen dat mijn flappen dan niet zo lang zijn. Nee, dat is jammer. Ik pas eigenlijk weer niet bij dit maar hele... Maar jij haalt het gemiddelde weer goed. Het komt helemaal goed. Precies. Waar ik toch nog even op wil terugkomen is het pakje wat jullie aan hebben onder jullie echte pak. Want het lijkt nu wel alsof je heel breed bent. Ja. Nou, maar dat kan natuurlijk alleen nog maar tegenvallen als we zien wat eronder zit. Juist. Dit beeld dat maakt natuurlijk een beetje volume. Precies. Ik ben blij dat je... Het is niet een wetsuit. Jongens. Ja. Jongens, jullie zijn eigenlijk heel slank. Zeker weten. Ja, want je zit eronder. En dit is allemaal om jullie zo comfortabel mogelijk aan die kabels te laten hangen. Ja, dit is om ons hoofd te kijken, want we hebben hier nog streamen. Ach, en daar gebruik ik maandverband voor. Maand. Oh ja, die heb ik hier vaak tussen. Hij heeft een maandverband. Kijk. Nou, dan weet je meteen. Dit is de Maxi. Weet je meteen welk merk je vervolgens moet gebruiken? Staat dat erop? Nee, gelukkig niet. Ah. Anders hadden we dit hele verhaal weer overnieuw kunnen doen. Ja, precies. Gelukkig niet. Hey, één ding. Waarvoor hangen jullie in die achterlijke pakjes? Het is de enige manier om te kunnen hangen. Maar jullie hangen met welke reden? Wij zijn een soort schietpoppen. Ja. Heb ik het idee. Maar er wordt niet op ons geschoten, maar op de roos die boven ons hoofd hangt. Oké dan. Ja. Het schijnt heel erg pijn te doen. Ik heb al verhalen gehoord van een van jullie bandleden. Dat de liefdebedrijf de aankomende tijd er niet het echt meer in zit. Het is gewoon heel moeilijk, want alles wordt afgesneden. Alle aderen hier, hier. Ja, ja. Dus je bent gewoon een wrak. Het kan lastig niks meer. Verhaal. Maar je moet wat over hebben. Vind ik ook. Het resultaat wordt het einddoel. Heiligt de middelen. Kijk, dat wou ik even zeggen. Ja. Tot zo. Sweet little nothing with your cocoa smile. Run right over me, baby. Sugar's got me tied up, strangled for life. Once you pull over. Je hebt nog spannende momenten en hele spannende momenten. En nu boven mij worden er gewoon een soort van nepkogels opgevoerd. Allemaal behorende in die ene nieuwe clip van Kane waarom wij hier de hele dag zijn. En naast mij staan twee dames, waarvan één van de dames de telefoon gaat niet opnemen. En zij werken bij de platenmaatschappij die dus eigenlijk het album van Kane uitbrengt. Wil ik van jou weten, hoe komt deze clip nou eigenlijk tot stand? Hoe is dit allemaal? Dat moet je bij haar zijn. Weet jij een heel goed antwoord op te geven? Hoe komt deze clip tot stand? Kane had een idee, de regisseur had een idee en alles bij elkaar. We hebben wel meerdere scripts gezien en gelezen en uiteindelijk heeft, naar mijn weten, ik ben twee weken op vakantie geweest, ik weet het niet precies, maar volgens mij heeft uiteindelijk de regisseur het script geschreven, samen met Dinant. Gebeurt het nou vaker dat, dat een artiest zoveel inbreng heeft in de clip die er wordt uitgebracht? Ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Ja, bij Kane over het algemeen eigenlijk bij alle clips. Moet ik zeggen. Dinant heeft altijd wel een idee wat hij ongeveer wil. Ook met betrekking tot hoe ze ontwerpen en dat soort dingen. Hij weet altijd wel een beetje wat hij wil. Dus okay, het is een combinatie vaak. Wat doe jij hier dan en wat doen jullie eigenlijk dan hier de hele dag zelf? Ik ben perspromoter van BMG en we doen vandaag hier de fotoshoot voor OOR. Oké dan. Dus het gebeurt tussen het bedrijf door, tussen de opname van de clip. En daarom ben ik hier. Oké, ze komen eigenlijk drie dingen bij elkaar. Wij komen hier een making-of filmen, maar sowieso wordt de clip natuurlijk het allerbelangrijkste geschoten. En er zijn fotoshoots. Ik vind vooral dit idee vind ik mooi. Als jij hier staat met één iemand of twee mensen ernaast. Hier kijkt iemand uit het raam en drie mensen achter kijken je aan of komen aanlopen. Zo. Nou, dat lijkt me dus echt heel erg mooi, omdat al die hoofden zeg maar, naast elkaar is zelfs al heel erg druk omdat je met z'n zeven zijn. En vind je dit wel pas in de sfeer? Ik vind dit wel een heel sfeervol. Kijk, het is sfeervol, maar het is wel heel simpel. Ja, nee, kijk, ik voel dat je dit niet tof vindt. Dus ja, maar kijk, je kan twee kanten ermee op. Je kan of zeggen van, oké, het is een sfeervolle foto, weet je. Nou, dit is wel een sfeervolle foto. Maar je kan, dan moet je daarna vragen van, is dit zoals wij de band willen neerzetten? Ik zeg nee. Weet je? Ik zeg nee. Maar stel dat je in gewone kleren had gestaan, dan had dit meer sens gemaakt. Ja. Dat bedoel je dus eigenlijk. Dat was het verhaal. Dus jij stelt voor, ik ga weer een kop koffie drinken. Ik
verwacht gewoon dat jullie in je normale kleren dit concept hebben. Dat is een beter idee dan. Ik denk dat dat een beter idee is. Ja, maar dat is wat je eigenlijk bedoelt. Dat die pakken nu geen sens maken omdat je niet... Maar dat zeg je gewoon een kleren. Ja, maar ik snap niet wat je... Ik dacht die pakken, dat jij mij boven, ik dacht dat jij mij boven wilde. Nee, gewoon, en luister even één ding. Die setting boven, dat is niet toeval. Dat is niet zo van, goh, weet je, daar hebben ze heel erg over nagedacht. Die pakken zijn onderdeel van die setting. Weet je, en dan maakt het sens. Weet je. Maar om opeens in een soort van pakken toestand te gaan staan. Zo van, goh, kijk, ons is even lekker in pakken staan. Maar snap die, kijk, de persoon die de foto's ziet, want we gaan het nu anders doen, maar dan toch nog, die de foto's ziet en oorleest. Stel dat hij die clip helemaal niet kent. Dan maakt het boven ook geen sens. Dus. De sfeer waarin je het uitlegt, en weet ik veel, bepaalt hoe dit overkomt. Nu zie ik een soort van... ik zie een soort pakkenreclame, zie ik maar een stelletje smart-dressed jongetjes opstaan. Daar is de locatie waar alle bandleden van Kane zich nu moeten verzamelen. Want ze gaan nu het laatste shot filmen waarbij ze eigenlijk vallen op de grond. Ze vallen van 5 centimeter hoog, dus eigenlijk helemaal niks. Maar het moet natuurlijk lijken alsof het een hele bijzondere val is. Ik weet niet of we even mogen gaan spieken. Volgens mij mag dat wel. Nou ja, ik zie nog niet zo heel erg veel, maar daar staan ze dus allemaal. Dan moeten ze dadelijk op gaan hangen aan die haken. En daar zie je dan de hokjes waar de figuranten en de modellen hun proberen te schieten. Ze hebben allemaal rozen boven hun hoofd. En dat is dus allemaal het is hier heel erg druk. Succes. Dankjewel. Kortom, tot zo. Ik sta nog steeds in de kalenderpanden in Amsterdam met nog steeds hetzelfde doel, namelijk het bijwonen van het maken van de eerste videoclip van het tweede album van Kane. Dat is een hele mond vol met informatie, maar jij hebt nog veel meer informatie, want jij bent de visagiste van vandaag. Ja. Wat ik me nou afvraag is, er zijn heel veel mooie vrouwen hier, die zitten natuurlijk langer in de make-up dan de mannen. Maar de mannen van Kane, hoe lang hebben zij nou eigenlijk nodig om een beetje smakelijk uit te zien? Nou, eigenlijk zijn allemaal jonge, leuke fans, dus ze hebben niet echt heel veel nodig. Ze moeten gegroomd worden. Ik zal zeggen, wat is dat, groomen? Ja, groomen, gewoon een beetje verzorgen. Een beetje moisturizer en heel een beetje wegwerken als er wallen zijn. Jongens hadden het wel vandaag, dus we moeten wel wegwerken en haar. Maar voor de rest duurt het gewoon 15 à 20 minuten en dan zijn ze wel klaar. Alsof we geen mascara. Dat is goed. En in de loop van de dag komen ze dan bij jou terug en worden ze dan weer een beetje bijgewerkt? Nou, dat houden we allemaal zelf in de gaten een beetje. Want dan moeten we wel kijken of het zweterig wordt, of ze te veel aan het springen zijn. Dat haar ziet er niet meer goed uit. Dat moeten wij een beetje in de gaten houden. Ja, ja. De jongens zijn natuurlijk alleen voor de opname. Helemaal geconcentreerd met hun clip. En jij houdt je daarmee bezig. Ja. De dames daarentegen, die zitten helemaal in de full make-up. Ja, dat zag is een heel anders. Ja, figuranten, die maken ook een beetje clip erbij natuurlijk. Want dat is een gevoel van de clip wat ze geven. Ja. Dus daar moet het ook personage neergezet worden. Dan komen de meiden 's ochtends gewoon helemaal niet opgemaakt met nat haar binnen. En dan zien wij iets leuks daarvan te maken. Een vooral personage neerzetten. Dat hebben jullie al boven gezien. Met een allemaal verschillende types die lopen. Dus dat is een beetje de bedoeling. Een zware dag moet je natuurlijk ook wel af en toe eten. De innerlijke mens verzorgen. En dat eten dat gebeurt soms aan tafel, soms gewoon in de make-up ruimte. Een soort van gefabriceerde make-up ruimte. Eet smakelijk ten eerste. En ten tweede, waarom eet jij hier en niet gewoon bij de rest van alle mensen? Omdat ik daar wil gaan zitten, maar ik had er was helemaal geen plek. Dus volgens mij wilden mensen, die wilden gaan niet dat ik daar kon zitten. Jij moest gewoon afgezonderd om even tot jezelf te komen van de teleurstelling. Want ik heb begrepen dat jullie voor dat eten een val zouden maken dat niet helemaal gelukt is. Dat moet dan zo direct nog... Reden willen wij nog niet vallen. Jullie willen het niet, nee. Hè? Jij wil gewoon het pak nog even aanhouden. Nee, kijk, het is ja, goed. Kane wil gewoon niet vallen. Je zit in de stijgende lijn en het vallen komt gewoon niet ding, over. Je hangt in dat ding en weet je, dan wil je... Ik wil een beetje vallen zoals in de Fight Club wordt. Alleen, je hangt aan een haak, dus je bent heel erg afhankelijk van hoe je balans is. Zodat je dan valt, ja, dan val ik in dit geval de zo tijd naar achteren. Oké.
Okay. En ik wil gewoon hard op mijn bek gaan. Dus Dan moet je even wat voedsel voor tot je nemen. Een beetje blas voor overmaken en dan komt het vast goed. Okay, nou, eet smakelijk. Ga ik even verder. Tot later. Nou, dit is dan uiteindelijk de ruimte waar iedereen eet. Behalve Rinan, dat zag je zelf wel. Ik zie wel Dennis, die zit daar in zijn nette witte overhemdje. Wat op zich ook wel een beetje bijzonder voor hem is. Ik ga even kijken of ik hem mag storen. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel. Smaakt het ook echt lekker? Het is altijd goed hier. Is het altijd goed? Dit is ik weet niet precies hoe ze eten, maar het is de catering met de brandweerauto. En als de brandweerauto er staat, dan weet je zeker dat het lekker eten wordt. Ja, hoeveelste clip is dit nou? Ik heb in een obscuur verleden heb ik wel eens een keer eerder een clip, maar daar ga ik verder niks over zeggen. Want okay. Dan gaan jullie dadelijk nog uitzenden. Ja, dat wil je niet hebben. Dit is de vijfde clip. Ja. Heb je nou bij alle vijfde clips net zo lekker gegeten als deze keer? Dit is de tweede keer dat de brandweerauto er ook bij is. Dus vandaar dat ik wist dat het goed zat. Helemaal blij. Ja. Hey, je bent een beetje, hoorde ik net, de val ging niet helemaal zoals was gepland. Dus dat moet zo direct weer overnieuw gedaan worden, opnieuw. Ja. Dat betekent dat jullie in die pakken moeten blijven zitten. Ja. Daar baal je van. Dat is behoorlijk ellendig, ja. Ik heb bewondering voor mensen die bergklimmen en dus aan Mount Everest of weet ik veel, Mont Blanc aan zo'n ding hangen. Want dat is nogal ballen knijpend, zou ik maar zeggen. Het wordt nu vervelend. Het begint nu echt lastig te worden, ja. Dus het enige wat jij wil is eigenlijk gewoon even je mond houden, nou, iets instoppen? Ik denk dat Kane gewoon vanaf dit moment zeker 3 weken onvruchtbaar is. Dus... Nieuw album. Heb je nou het gevoel dat het een soort van nieuwe ronde, nieuwe kans is voor jou? Ja en nee. Weet je, het is nieuw. Het is nieuw en het is ook wel even spannend natuurlijk. En niet zozeer spannend om... Het zal nooit meer zo spannend zijn als die eerste keer dat je ergens aan begint. Weet je. Zeker in het begin, dat succes is zo vluchtig. Weet je. Ik weet nog dat wij met die eerste single stonden, weet ik, geloof ik 12 weken in de top 100. En toen was het weg. En toen was het ook weg. Weet je? En dan heb je nog niks, weet je? Want dan kan je wel een beetje spelen of zoiets en een beetje dit en een beetje dat. Maar voordat het echt een beetje gaat rollen, nou, dat duurt wel even. Dus wat ik geleerd heb is dat succes gewoon, weet je, dat is iets heel erg relatiefs. Ja. Je moet altijd beseffen waarom je het bent gaan doen. En dat was bij ons, weet je, of mensen dat wel of niet willen geloven. Weet je? Bij ons was dat... Wij zaten gewoon in een keldertje gewoon omdat we muziek wilden maken. Dan gingen we daar spelen en liedjes maken. Ja, nu doen we datzelfde ding, alleen... Dan op een grotere schaal. Op een wat groter level. Het tweede album is nogal een cruciaal album. Hè. Nu komt het er eigenlijk een beetje raar aan te zeggen, maar nu komt het wel een beetje op aan. Voel je ook een grotere druk dan bijvoorbeeld bij het eerste album? Maar niet zozeer een druk doordat er een bepaald verwachtingspatroon is. Meer een soort druk omdat je... Je wil gewoon, tenminste ik wilde en de hele band wilde een bepaalde richting op en een bepaald level bereiken waar we 2,5 jaar geleden, toen we die eerste opname gewoon nog lang niet aan toe waren. Dus in artistieke zin, weet je, ben je eigenlijk, ja, heb je een hoog verwachtingspatroon en heb je een hoog, zo, ja, voel je een soort van druk in een soort van publieke opinie sfeer, daar koop ik niks voor. Trek je niet zo heel erg uit. Nee, want het is heel simpel met muziek. Je zit druk op play en je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Dat was al zo toen we begonnen. En dat is ook nu zo met elk liedje wat we maken is dat nou, zo. Ik heb op zich vind ik dat ook wel een hele belangrijke levensles die je nu zegt. Niet per se een levensles, maar wel weer zo voor... Er valt niet heel erg veel te twijfelen tussen of je het wel leuk vindt of niet leuk vindt. Het is of oké, of niet. Hey, je hoeft ook geen verstand van te hebben voor zoiets. Nee. Een succes van een band of van een artiest wil niet automatisch zeggen dat dan maar het publiek alles leuk gaat vinden of weet ik veel wat. Dus tegelijkertijd kan je ook dus erbij zeggen van oké, moet ik dat dan heel erg? Moet ik die kant op van het publiek verwachten van ons? Dat denk je dan. Verwacht As Long As You Want This album deel 2. Of ga je gewoon muziek maken en je ziet wel wat het wordt. Nou, dat hebben we gedaan. Ja, we kijken heel even mee met Dennis, want hij heeft net een stukje gespeeld daar alleen op zijn instrument. Eigenlijk al een beetje aan het einde van de clip zijn we, of aan het einde van de dag. We zijn natuurlijk nog steeds bezig met het maken van de clip. En hij wil denk ik toch wel even zien hoe hij er nou zelf uitziet. Ik ga even meekijken. Ja.
Een nieuw album, heb je dan het gevoel, nieuwe ronde, nieuwe kansen? Ja. Ik weet wel dat er is ik verteld dat je heel geven. Kort moet, maar ja en nee, ja. Zeg maar wel heel nieuwe kort. Nieuwe kansen, ja. Natuurlijk, ja, we zijn 2 jaar, hebben we het eerste album, de eerste plaat, onze debuutplaat, Slowen Jolandis, gespeeld. En dan krijg je echt zin om een nieuwe plaat te gaan maken. Nou, daar heb ik super veel tijd voor genomen. Is 3 maanden voorbereiding, daarna 50 dagen in de studio in België. Zeker nieuwe ronde, nieuwe kansen. De muziek is gewoon weer, krijgt weer een nieuw leven als je weer live nieuwe nummers kan spelen. En dat heb je nodig om een nieuwe plaat maakt. Maar ook nieuwe druk? Heb je het gevoel dat er van buitenaf nu heel veel druk op jullie ligt? Ja, dus daar hebben mensen het heel erg de hele tijd over, maar de druk is heel de tijd hoog geweest. We hebben een plaat gemaakt waar niemand van verwachtte dat het zo succesvol zou zijn. 160.000 albums verkocht. Dan hoeft iedereen, ja, maar bij de tweede platen moeten ze wel even bewijzen dat. Maar dat willen wij naar onszelf toe ook bewijzen. Dus de druk is het hoogst bij onszelf, voor onszelf, zou ik maar zeggen. Okay. Niet van, goh, dadelijk gaat iedereen zeggen van het is een klote plaat of het is niet wat we van verwachten of weet ik wat. Dat kan wel gebeuren. En dan hebben wij nog steeds voor onszelf het gevoel dat we het beste gedaan hebben wat we konden. Dus dat maakt niet zoveel. Dus er was niet zoveel druk. Okay. Voor mij persoonlijk in ieder geval, ik voel geen andere druk bij deze plaat dan alle dagen voordat de plaat klaar was. Okay, maar de sound van de plaat, is die nou heel anders dan het voorgaande album? Nou, we hebben een aantal dingen hebben we anders gedaan. De eerste plaat hebben wij met... Volgens mij moet ik eventjes iets gaan doen. Nou, ga jij je ding doen, ik wacht hier op jou. Nou, na een kleine onderbreking toch nog even terugkomen op die sound. Oh ja, de sound. Ik ben hem nog niet vergeten. We hebben wat nieuwe ingrediënten gebruikt in de plaat. Naast de beetje gitaar. Peper. Wat zeg je? Beetje peper, beetje zout. Peper, beetje zout, beetje cayennepeper, als het lekker heet. Lekker. Nee, we hebben... Hoofdzaal Sagrado ook? We hebben... Ja? Een video clip aan het maken, hoor. We zijn een uitzending van TMF aan het maken, hoor. Oké, okay, ik wil een beetje afvlakken. Maar ja. Ik dacht dat ik geroepen werd. We hebben Rijn Ouwehand erbij gehaald. Dat is een... En een geluidsfreak, zou ik maar zeggen, die heeft ons gesampled, loops gemaakt, geluiden gezocht voor de beide platen. Dus je hoort niet alleen maar gitaar, drums en wat Hammond orgel en ik heb dat al eerder ook gebruikt, maar je hoort gewoon veel meer dingen, veel meer diepgang zit er in de plaat. En de band heeft het zelf ingespeeld, dat is ook wel een groot verschil met de eerste plaat, daar deed nog een andere mensen mee. Hier heeft iedereen, Martijn, onze nieuwe drummer die je daar ziet, okay, Paul Jan, de nieuwe gitarist, meneer Filmer, die staat hier, die hebben die plaat ook ingespeeld. Dus het woord is gewoon Kane. Ik heb ook begrepen dat er een stukje van een sample van Martin Luther King in zit. Ben je het al vertellen? Is dat zo? Nou, dat is een beetje moeilijk. Ik denk dat hij er niet meer in zit. Want de man, hij is wel dood helaas. Maar de woorden die hij gesproken heeft, die worden beschermd door een stichting. En die stichting is nogal heel erg bezig om te voorkomen dat die sample in elke plaat verschijnt. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dus die is er waarschijnlijk uit. Ja. Dat weet ik trouwens niet eens zeker, maar dat hebben we, volgens mij was dat het laatste. Dat moeten we even gaan beluisteren. Precies. Hey, en de clip, daar zijn we natuurlijk nu ontzettend hard over jullie eigenlijk mee aan het werken. Ik geloof dat ik weg moet. We gaan er straks even af. Oké, okay, dan. Had je ooit verwacht van tevoren dat het dat dit allemaal nodig zou zijn? Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Nee? Nou, gewoon nooit gedaan? Nee, daar was ik er niet aan begonnen. Dit is het dan uiteindelijk toch niet waar? Nee, nu is het een straf. Nu is het een straf. Maar het wordt eigenlijk vroeger dacht mooi. Ik altijd van dat is hartstikke leuk, maar het is helemaal niet leuk. Want ik geloof er niks van. Volgens mij vind je het nog goed. Ja, ik ben nu een beetje moe. Het is helemaal tuurlijk. Het is helemaal te gek. Ja. Wij gaan helemaal tot het bot en wij willen alles halen wat er te halen valt. Het eindresultaat wordt natuurlijk helemaal top. En dat als je die instelling hebt, dan kan je ook... veel bereiken. Oké, laten we dan dit gesprek eindigen met een leuke anekdote over vandaag. Ik wil dit gesprek eigenlijk eindigen dat ik jou mijn oordop heb. Nou jongen, hartstikke leuk. Ontzettend fijn. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Maar je wilt nog wat zeggen, of niet? Nou, ik wou dan toch nog wel even één leuke anekdote weten. Oh, je wilde een anekdote? Ja, een leuk verhaaltje over vandaag. Iets bijzonders. Wat is nou het meest bizarre tot nu toe van vandaag? En gisteren? Jezus, Mina, anekdote. Nou, weet je wel wat het grappige is, en dat zeiden we ook toen ik met Dinant in de auto zat gisteravond. Toen waren die vier clips die wij hiervoor opgenomen hebben. De laatste in Denemarken en dat was gewoon een feest. Dat was gewoon de kinderen mogen met een cameraman een filmpje maken. Dat was het gewoon eigenlijk 4 keer geleden en daar hebben we heel veel lol gehad. En nu was in 1 keer veel meer werken ofzo. Het was veel meer van, ik bedoel, als jij uit de studio komt en je hebt niet geslapen, dan heb je niet zoiets van kom, we gaan gezellig. Lol maken met z'n. Ja, we hebben wel lol, natuurlijk hebben we altijd lol. Maar het is
is iets meer werken dan, dan de vier clips daarvoor. Dus ik wil niet zeggen dat er niet gelachen wordt. Ik beloof ik heb een paar opnamen gemaakt van die gasten die met die pruik van die gozer daar, die afro. Ja, ja. Het is dus nep. Maar die pruik die hebben ze op en daar hebben ze allemaal grappige dingen mee gedaan. Jij krijgt een bandje en dan mag je dat zien. Oké, okay. Ik geef jou je uurplux terug. Succes. Dit is onze lokale psycho killer. Maar nee, wacht even. Hij is geladen. Nou, we weten inmiddels waar dit voor gediend heeft. Het enige wat ons rest is genieten van de video. So glad you